Zo jongens, goedemorgen. Zo, dat is alweer een nieuwe dag vandaag. Je hoort is een rap naar beneden hier. Je moet nog kunstmest op het grasland gooien. Nou, ja, daar kom je gisteren al wel klaar, hè? Dan kunnen we hier zo instappen. Zo. Nou, gaan we kijken wat de dag brengt zo. God, wat is dit nou weer dan? Telefoon. God, werkt dat ding ook alweer? Ja, goeiedag. Met Arnold van ProFarmers BV. Ja, goedemorgen. Met Wesley Kraak spreekt u mee. Goedemorgen. Wat kan ik voor je doen? Ik ben op zoek naar een stageadres voor mijn school en ik hoopte dat er plek was bij jullie. Oh, kijk. Ik kom vanmiddag om 3 uur met hem langs. En dan kunnen we wel in mijn gesprek om. Oké, bedankt. En wat is het adres? Kijk, de Veenhandelsweg 14 in Ebelsbach. Oké, dan zie ik u vanmiddag. Is goed. You boy. Kom aan, hè. Nou, dus dan krijgen we een stageloper. Nou, dat zal ik weer wat weten, jongens. Maar goed, we zien het ook wel. Weet maar even met een alle kuntmest aan de gang. Dan krijg ik graag aan de Noordgoed op. Tee-tee-tee-tam-tum. Ja jongen. Nou, het zal mij benijden wat voor een het is. Een kunstmest jongen, dat giet er ook duur. Hartstikke mooi. Is dat er? Oh, u niet mag. Oh, dit zal ook nog. Nou, dat zal wel winnen. God, giet die onder telefoon alweer. Ja, goeiedag Arnold van ProFarmers BV. Ja, goedemiddag met Wesley Kraak. Ik ben aanwezig op de boerderij, maar ik kan u niet vinden. Oh god, ja. Ja, dat klopt. Ik sta hier nog op het land. Ik ben nog aan de gang. Maar ik kom eraan. Ja, dat is prima. Dan zie ik u zo. Ja, is goed. Tot zo. Nou, nu ik kijken. Dat er niet die vent mee al unie mag weer, nou maar. Wie gaat zien? Oh god joh, die al unie mag. Nou. Speel er eens even neerzetten. Nou, dat heb je dan. Hoi daar, hier moet Wesley winnen. Ja, dat klopt, ik kom voor het gesprek. Nou, loop maar in het bed naar de boerderij. Mijn vrouw zal de koffie wel klaar hebben. Inmiddels ook al 4 uur. Kijk, koffie is altijd goud. Ja, dat dacht ik. Wat heb je erin? Melk en suiker, alsjeblieft. Nou, zal ik even maar op aan. Ik ben er zo weer. Yo. God jongen, al je niet mag. No, no, no. Oh, dan doet ze er ook nog. Nou, krijg ik alweer een appie. Nou. Sam! Ja! Nou,
Hier in je koffie. Ja, bedankt weer. Zo, even kijken. Zo, Mio, hier uit de koffie. Ja, bedankt. Alsjeblieft. Zo, dus u zoekt nog een stageadres. Ja, dat klopt. En waarom wil je hier stage lopen dan? Omdat het mij een leuk, leerzaam bedrijf lijkt. Oké. Nou, ach, dan moet je dat maar doen, ja. Nou, welkom op de boerderij. Nou, super bedankt. Zijn je nog even rondleiden over de boerderij? Laat ik even alles zien. En dan zal ik even wat dingen erover vertellen. En dan mag je nog even een paar vragen stellen. Goed. Nou, je loopt maar in maar. Kijk, hier hebben we de koeienschuur. Je hebt net laten bouwen. Oh ja. Je hebt net naaien. Hoeveel koeien kunnen erin? Ah, 75 ongeveer. Ja, een beetje. Kijk, hier hebben we alles voor het schrikken uiteraard en zo. Maar kijk, hier kun je... hier is de... voor het mes en zo. Ja, wanneer je het hier nog had, dan kun je hier de mes eruit aan. En wie de maaier staan? Die bent er nog weg. Want anders kunnen we niet mixen. Ik kan een trekker voor. Dan kunnen we mixen. Hij daar wel eens door? Of niet? Ja. Jawel. Oh, kijk. Oké, hier hebben we een schuur. Daar staat onze... onze verpakker. Nee, spitmachine van iemand. Die hebben we op demo. Mooi apparaat. Wow. Mooi. Ja, dat ziet er goed uit. Ja. Nou, kijk, hier een stelling. Dan kun je spul voor de verrijker inleggen. Hierboven heb je ook nog een schuur. Dan kun je wat trekkers inzetten. Hier hebben we een opslagplaats voor de vaste mest. Nou, dan hebben we hier nog gewoon een schuur. Kun je machines inzetten. Is die de moment okay. Een saaie combinatie zit er. En wie bent net naar hier gekomen? Wie komt uit Nederland de dorp? Oh ja. Nou kijk, hier kun je de mestcontainers laden. Sleusilo, hebben we er drieën van. Doe maar weer. Ja. Een paar mooie trekkers staan. Mooie 39 hebben we hier. 39. Ja. Mooi spul jongens, mooi spul. Deze silo, of deze gleus silo, die hebben zij ook vorige week aangelegd hier. Dit is gewoon, die hebben ze zelf gemaakt. Oh ja. Dan ben je al wat begonnen met gras. En, hij verder naar Frank of... Even denken. Hoeveel hectare grond heeft u verder? Oh, we hebben op het moment 32 hectare, maar we hebben niet zoveel nog. Ik ben nog met de bank en de gemeente in overleg. Of we er een paar perceel bij kunnen krijgen, maar... Nou, ik hoop dat je er wat van maakt. Het is natuurlijk hard werk hier bij ons op de boerderij. Wie gewoon ons best doen? We zien elkaar maandag 7 uur op de boerderij. Dan kun je eerst wel even naar de kantine lopen met een bak koffie.
Dan zullen de rest van de collega's ook nog wel winnen. Is goud om onder. Goed weekend. Dan ga ik nog even wat doen. Ja, dat is goed en goed weekend. Kalle man. Mooi.